Hallo lieve vissen, welkom bij jullie maandreading voor februari 2024. We gaan vandaag kijken wat er de komende periode in het energetisch veld naar voren gaat komen voor jullie. Ben ervan bewust, het zijn collectieve berichten. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is. Laat de rest los. Het kunnen ook voorspellende berichten zijn, dat het op een later moment pas aansluit bij jouw tijdlijn. En het zijn tijdloze berichten, dus mocht je op een heel ander moment bij deze video uitkomen, weet dan dat dit synchroniciteit is en dat er een boodschap voor jou nog in deze video zal zitten. Zoals je ziet liggen er al kaarten op tafel. Dit heb ik bewust gedaan. Ik heb zojuist eerst gemediteerd, kaarten geshuffeld en eruit gehaald. Dit heb ik op jullie energie gedaan. Eigenlijk off camera, dus even vanaf uit beeld. Omdat ik dan meer tijd heb om te kijken welke boodschappen ik door mag krijgen. En ik het op dit moment belangrijk vind dat jullie de juiste boodschappen ook naar je toe kunnen krijgen. Maar dat ik wel de video niet te lang ga maken. Deze twee bovenste leg ik even aan de kant. Deze zal ik eind van de reading op gaan lezen. En dan gaan we eens even beginnen wat we hebben. We hebben de waarheid. Kaart 14 maakt 5. 5 staat natuurlijk ook weer voor een stukje ongebondenheid, vrijheid, het avontuur opzoeken, nieuwsgierig zijn naar het succes. Maar we zien ook het masker, hè? Met een open venster, met kleine hartjes erbij. Ik zal zo meteen ook uit het boekje voorlezen wat dit bij deze kaart inhoudt. En we hebben kaart 31 maakt 4. 4 staat weer voor stabiliteit, het brengen van ritme en structuur. Ook wel weer een leven vieren, maar ook waarom. Het voelt voor mij dat je met heel veel vragen zit. Waarom elementen in je leven gebeuren. Wat me opviel is dat deze vielen er alle drie om de beurt uit. Maar alle drie kwamen ze rechtop in beeld. En alle drie zijn het zwart-wit kaarten. Nu heb ik een behoorlijk kleurrijke deck tot mijn beschikking. Dus het is heel bizar dat een van de weinige zwart-wit kaarten die erin zitten eruit zijn gekomen. Dat houdt toch best wel in dat jij met een andere blik naar iets mag gaan kijken. We hebben hier je hoofd stroomt over. Ga uit je denken. Probeer je te ontspannen en laat de situatie even los. We hebben angst. Angst blokkeert en weerhoudt je om te groeien. Probeer hier anders mee om te gaan. En dat kan ook het stukje masker zijn, hè? Dat je daarmee te maken hebt, dat je daarom je eigen anders voordoet als dat je werkelijk bent. Dus het speelt allemaal een rol. En jaloezie. Er zijn altijd mensen die jou het geluk niet gunnen. Weet dat hun blokkade en tekortkoming is. En dan hebben we nog tea leaves. We hebben de grapes. Time to go out and have fun. We hebben de wishbone, a wish is granted. En we hebben de quill, ik hoop dat ik het goed uitspreek, get back to the basic. Dus je gaat terug naar de basis of gaat terug naar de basis. Maar ik zal dus eerst even het boekje erbij pakken. Bij kaart 14 ga ik even voorlezen wat erbij staat. Eerlijkheid, de dingen blind accepteren, niet langer ontkennen. Bereidheid tot transparantie, duidelijk naar anderen. Er is de waarheid een wezen van het wezen van iets. Er bestaat een waarheid afhankelijk van de aanhang van de filosofie of diegene die erin gelooft. Dit is niet het moment om te debatteren over de vraag welke waarheid waar is. Dit is het moment om je eigen waarheid luid te verkondigen en op transparant te zijn. Eerlijk en open in het contact met anderen en vooral met jezelf. Door je over te geven aan wat je wat is en door in te zien dat je zaken ontkende en je vasthield aan een illusie, zul je bevrijd voelen. Wees echt en glorisch imperfect en spirit zal met wonderen reageren. Dit is eigenlijk die weerspiegeling wat ik daar heel sterk bij voel. En dan lees ik nog even voor bij waarom. Motieven brengen het voornemen tot stand. De kracht van het weten waarom.
Het is heel belangrijk dat je motieven begrijpt. Deze kaart geeft aan dat je heel duidelijk moet aangeven waarom je deze vraag stelt. Na dit antwoord zoekt, je op deze manier gedraagt en het belangrijkste deze keuzes maakt. Weten waarom is de sleutel naar het antwoord. Wanneer je daar duidelijk over bent, dan is je voornemen als je magneet die wonderen aantrekt. Een motief geeft aan wat je drijfveer zijn. Wat je drijfveren zijn. Wanneer je over iets nadenkt, het voelt en vervolgens naar handelt. Dit onzichtbare waarom omvat de energie van levenskracht. Dat iets tot leven brengt en groeipotentie heeft. Dus er zit heel veel in het vat voor jullie lieve ziel. We zien hier natuurlijk ook echt wel hele mooie boodschappen. Wat ik wel gelijk voel is dat je niet goed gegrond bent. Dat er een bepaalde energie is waarbij jij dus in die hogere trillings of in die lagere trillingsenergie zit. Waarbij je niet de onderste drie chakras goed centert. Ik word namelijk een beetje licht in het hoofd en dat is een teken dat je niet goed gegrond bent. Dus het is heel belangrijk om daar wel de focus op te gaan letten. Waarheid ook echt daadwerkelijk onder ogen te gaan zien waarom iets niet lukt. Waarom er bepaalde misschien blokkerende energieën op je pad komen of lessen of karmische stukken. Dat komt omdat als er een lage trillingsenergie actief is in jouw leven en je geeft deze energie of je voedt deze, dan zal dit gaan groeien. Zie het als een plantje die je water geeft. Deze gaat ook groeien door zonlicht en door liefde en door water. En dat is eigenlijk wat er ook kan gebeuren met blokkerende energie in jouzelf of lage trillingsenergieën. Lage trillingsenergieën geeft ook aan dat jij dus die onderste drie basischakra's niet in balans hebt. Want dan zit je meer in je hoofd, in je ego en in de energie waar je eigenlijk niet hoort te zitten. Want jullie lieve vissen hebben best wel een groei doorgemaakt. Zijn daarbij ook wel wat kwetsbaarder geworden. Nu zijn vissen vaak ook al wat emotioneler van aard. Maar wat het wel meespeelt is dat je nu de intensiteit en vanuit de innerlijke kracht ook los kunt koppelen van pijnstukken, dit ook weg kunt halen. Dus die lagere trillingsenergie kun je verwijderen uit je energieveld. Hier staat één beker nog achter deze persoon. De rest is omgekieperd, maar deze zit nog vol vreugde, vol passie. Druiven zijn natuurlijk best een moeilijk product om te laten groeien, heeft veel tijd en aandacht nodig. En dat is eigenlijk wat nu ook naar voren komt. Geef ook de tijd en de aandacht aan de stukken die jij nog mag doorvoelen. Ga dit niet overhaasten. Probeer ook echt oprecht naar jezelf te zijn als je even weer je eigen betrapt op een onbewust negatief momentje. Want deze kaarten komen er niet voor niets. Maar dit geeft wel aan dat er een hele mooie vooruitgang plaats kan gaan vinden. We krijgen de koningin van staven, we krijgen de page van munten en de acht van bekers. Ik pak er nog twee kaarten bij. De koningin van bekers kan jouw eigen kaart zijn. Hè? Ben je als man aan het kijken, kan het zeker ook jouw energie zijn. Ik wil totaal niet zeggen dat dat dan niet matcht met jou. Het voelt voor mij dat jij in die spirituele ontwakening zit, waarbij nu een beetje de dualiteit is met je hoofd. Of je hartgevoel, of je innerlijke stem. Waarbij jij best wel conflicten zult ervaren. Waarbij jij soms ook echt zoiets hebt van, hoe overkomt mij nu weer? Maar doordat dit nu in jouw werking, energetisch in werking is gezet, krijg je wel weer nieuwe ruimte voor groei. Nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden om oud zeer weg te laten. Mogelijkheden om je masker af te gooien. Om angst en jaloezie los te koppelen, om vervolgens ook echt innerlijk te gaan kijken van oké, dit is mijn energie, dit is mijn blokkerende energie en ik ga er nu iets mee doen. En dit doe jij vanuit een bepaalde bewustzijn, vanuit oprechtheid en kracht om hier de positieve wending in te gaan creëren. Je bent hier vastberaden in en die stabiliteit die jij terug gaat krijgen is in een andere vorm als die jij eerst had. En dat komt omdat jij meer vanuit je gevoel gaat leven en meer vanuit die energie het leven op aan het pakken bent. En dit is misschien een wens wat jij gerealiseerd zou willen zien, hè? Dat er een liefdesbeker aangeboden gaat worden of dat jij emotioneel gezien zelf weer in balans gaat komen. Dat is allemaal mogelijk.
Jij hebt zelf de touwtjes in handen, lieve vissen, om dit te kunnen verwezenlijken. Maar het is aan jou of jij er daadwerkelijk ook iets mee gaat doen. Onderkant dek, de wereldkaart. Voor de lieve mensen die nu aan het kijken zijn, die eventueel ooit hopen nog met iemand anders weer te kunnen gaan connecten in een zuivere, liefdevolle vorm. Dit zou zeker mogelijk zijn. Het is wel belangrijk om eerst jouw cyclus te voltooien. En die cyclus die op dit moment gaande is, is de focus op jezelf leggen, je stukken stabiliseren, pijn transmuteren, je hart weer verlossen van schaduwzijdes en vanuit daar zul jij ook nieuwe mogelijkheden krijgen. Je hebt soms al een blik kunnen werpen op hetgeen wat mogelijk is, maar dit beangstigt jou dan ook weer en dat heeft er meer mee te maken dat het misschien nog niet tastbaar is of in zicht gaat komen. Het gaat succesvol zijn, je gaat een mooie stroming pakken, maar het is wel, ga jij hier ook op door? Want het kan pas in werking gezet worden vanuit het spirituele als jij het pijnstuk ook achter je gaat laten. En teruggaat even naar jouw kern, teruggaat naar de basis van waar jij bent gestart. Zonder conditioneringen, zonder gedachtenpatronen, zonder belemmerende overtuigingen. Echt vanuit bewustheid het leven oppakken. En niet alles wat in de onderbewustzijn zit, wat jou blokkeert. En dat is dus wat de komende periode duidelijk in zicht gaat komen waar jouw aandeel naartoe mag gaan. Het is wel zo dat jij het, de ambitie hebt om dit aan te gaan pakken, maar ik krijg meer het gevoel dat je het niet helemaal durft. Want je bent nog steeds een beetje bezig met een stukje oud. Een stukje oud. En dat kan te maken hebben dat je heel erg nog in de waarom-fase zit en nog duidelijkheid wil hebben. Waarom is dit toen zo gelopen? Of waarom heb ik dit zo mogen ervaren? Waarom ben ik met die en die persoon niet bij elkaar gebleven? Of geen idee hè, wat jouw tijdlijn is. Maar de focus mag nu eerst op jezelf gelegd worden. Dan zul jij succes gaan zijn of succes gaan vormen in jouw eigen ontwikkeling. En dan zul je ook merken dat die innerlijke pijnstukken aangekeken gaat worden. Dit is jouw blokkerende energie. Die nieuwe beker die hier al aangeboden kan gaan worden. Die staat hier ook al. Hè? Ik zag net natuurlijk ook al de 5 van bekers. Waar die beker nog vol met fleurige kleuren zat. Alleen, je bent nog niet klaar. Je bent er nog niet aan toe om te ontvangen in de vorm wat jij zou willen ontvangen. Het begint natuurlijk bij jouw eigen stuk. Een afwachtende energie komt hier duidelijk naar voren. En dit is wel een 2-2, dus het is een dubbele kaart. Communicatie staat bovenin het vaandel. Saboterende energie loskoppelen. Niet te snel willen gaan, want anders overkomt je misschien ook het feit dat je stappen vergeet, waardoor jij weer op een karmische loop gezet wordt om weer de les weer opnieuw te leren. Ik pak dadelijk even nog een andere dek erbij voor de bovenste rijtje, want ik vraag me af waarom hier de koning van bekers komt te liggen. Voor sommigen kan dit dus betekenen dat er misschien in het energetisch veld wel al een kandidaat staat te wachten, maar dat dit nog veel te vroeg is om dat ook in de fysieke wereld te omarmen. Dat nog niet mogelijk is. Nu zeg ik altijd, het zijn tijdloze berichten, het zijn collectieve berichten. Dus kijk wanneer deze tijdlijn met jou resoneert of heeft geresoneerd. Misschien is dit een situatie geweest waar jij een tijdje terug in hebt gezeten. En dat deze video nu als bevestiging mag komen van dat je de keuzes gaat krijgen en een beloning mag gaan ontvangen. Het is alleen aan jou hoe je deze beloning gaat ontvangen. Welke keuzes je gaat maken. 2 van staven is natuurlijk een afwachtende energie. Zoiets van oké, dan moeten keuzes worden gemaakt. Ik mag knopen door gaan hakken met de 2 van staven of zwaarden. Maar hoe krijg ik daar mijn balans in? Hoe kan ik dit oplossen? Welke keuze is voor mij bestemd? Maar in die tussentijd zit jij nog in die kluizenaarspositie. Dit is de kluizenaar. Hier hebben we de 7 van staven. Voelt voor mij ook als een beetje in je bubbel. En is hier eigenlijk ook een teruggetrokken bestaan. En het is nu aan jou om te gaan voelen wat er mee gedaan mag worden. Maar ik ga eens even kijken. Wat mag ik er nog bijleggen?
Keuzes, keuzes, keuzes. Oké. Nou, dit ziet er wel al netjes uit. We krijgen het Rad van Fortuin, de Zeven van Bekers, de Aas van Munten. De Voelkaart. En de Koning van Munten. Trage energie, stabiele energie. Weet wat deze persoon wil. Kan ook jouw eigen energie zijn. Hè? Dus kijk even welke energie bij jou hoort. En weer de Twee van Zwaarden. Oké. Keuzes, keuzes, keuzes. En dit heeft er vooral mee te maken met... voor sommigen, het zal niet met iedereen dus passend zijn in de tijdlijn. Ik geef even door wat ik door mag geven. Je hebt in het verleden mogelijkheden gehad op connectievlak. Hè? Het connecten op romantisch vlak, zakelijk of vriendschap. En toen zat jij nog niet in een energiestroom waarbij jij het makkelijk in kon voelen of dat een persoon het, ja, het juiste met je voor had of niet. En dat komt omdat die lagere chakra's niet in balans waren. Je had je niet goed gegrond. Je had je niet goed afgeschermd. Dus blijf dit ook echt doen. Ik heb hier een hele tijd terug. Ik denk al bijna anderhalf, twee jaar geleden. Een video van online gezet. En die staat in mijn playlist op YouTube. Onder topics. Misschien dat je die nog kunt kijken. Aarde en grondig heet die volgens mij. En heel veel mensen vergeten dat gewoon. Neem daar ook niet de tijd voor. Terwijl als jij in een transformerende energie zit, is dit juist de belangrijkste stappen die je mag gaan maken om een stabiliteit te kunnen gaan creëren. Wat hier ligt is dus een keuzemoment. Er kan een potentieel naar jou toe komen wat er stabiliteit geeft. Wat dus ook echt wel met het, de voorspoed te maken heeft. Het kan ook zijn dat er financiële voorspoed naar je toe gaat komen. Maar dat kan pas als je emotioneel in balans gaat komen. En als je dit voor elkaar hebt, kun je ook het vertrouwen hebben dat het juist naar je toe gaat komen. Wel zul jij nog gekoppeld zijn aan bepaalde keuzes, mogelijkheden. Maar die keuzes zijn natuurlijk aan jou om deze te maken. Dat kan een ander niet voor jou doen. Het kan zomaar zijn dus dat er twee personen op je pad gaan komen. Of op je pad gaat komen. Iemand uit het verleden kan terug gaan komen. Of die jou in de gaten houdt op het moment dat jij succes hebt. Dat heeft met oud pijn en verdriet te maken. Oké. Er kan dus... Ik weet niet. Ik durf niet te zeggen welke persoon dit is. Voor mijn gevoel deze. Dus hier liggen drie energieën. Twee waarbij een stabiliteit opgebouwd zou kunnen worden. En eentje is... Ja, daar kun je beter voor wegrennen. Iemand die jou al veel pijn en verdriet heeft gedaan, waarbij jij veel kracht ergens in hebt gestopt, veel vastberadenheid om iets voor elkaar te krijgen, maar elke keer op keer op keer werd jij teleurgesteld. En daar ga jij los van koppelen. Dat is de energie wat ik voel dat je daar los van gaat komen. En dit zal niet makkelijk zijn, want het brengt nog best wel wat voet in aarde mee om dit ook in balans te gaan krijgen. Het beetje water bij de wijn momentje creëren. Maar ook geduld. Geduld opbrengen dat dit proces gewoon wat langer duurt als waar jij misschien op zit te hopen. 9 van zwaarden geeft weer aan dat er toch weer een moment gaat komen dat je weer in je hoofd gaat zitten. Dat je weer te veel gaat piekeren. Dus probeer dit los te laten. Probeer je ontspanning daarin te zoeken. Want we krijgen nogmaals de Koning van Bekers. Het kan zijn dat dit dezelfde persoon is, hè? Deze twee. Dat het een stabiele persoon is, maar een tragere energie. Waarbij wel emoties naar de voorgrond gaan treden. Maar dit kan pas komen als jij een proces doorlopen bent. Dat je die beker aan kunt gaan pakken. Dat je je balans terug hebt gekregen. En dat jij eigenlijk die overvloed weer mag gaan ontvangen. Dat stukje geluk uitbundigheid. Misschien ook wel een beetje sereniteit in jezelf. Hè? Dat jij weet van oké, ik kan die hoofdballast loslaten. Ik kan angst loslaten. En ik ga
niet meer uit jaloezie iets doen. Maar ik pak gewoon de energie op wat ik, voor mij het beste is. Maar ik zal dus even de laatste twee kaarten nog voor gaan lezen. We hebben reizen, engelen van ontdekking. Het is tijd de wereld te ontdekken en deze vanuit een nieuw perspectief te leren kennen. Heel mooi. Je mag uit die energie breken. Hier staat die raam ook al open, hè? Dus je mag eruit gaan. Je mag die vernieuwing in. En we hebben, ik zorg ervoor dat het positieve overwint. Dus dit is het stukje negativiteit, het positieve gaat overwinnen. Dus lieve vissen, jij gaat in je kracht staan. Jij pakt de energie op wat voor jou bestemd is. En je gaat hierop anticiperen in de juiste vorm, in de hoogst haalbare vorm, wat voor jou bestemd is. Bij deze sluit ik de reading af. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. Of dat jij het gevoel hebt dat dit bij jou aansluit. Kijk anders de video op een later moment nog even terug, mocht dit nog niet helemaal in zicht zijn. Ook kun je dus bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop kijken. En dan wens ik jullie een mooie dag toe en tot de volgende video. Doei doei!